Een hele goede morgen. Goedemorgen. Welkom bij Nieuwe Ups & Down. Wij gaan nu heel eventjes naar de winkel, eventjes een paar boodschappen doen. Het is nog lekker vroeg, dus hopelijk ook rustig. Jordi zit lekker met een petje op. Net zoals papa. Ja. En Liam hebben we een zonnebrilletje opgedaan. Het zijn er toch ook scheetjes, hè? Ik ben van alles in de keuken aan het maken. Ondertussen zijn Liam en Jordi ook al naar bed gegaan. En Jordi is net wakker geworden met buikpijn. Die ligt nu lekker bij papa. Ligt die lekker flesje te drinken. Ja. We filmen nu even verder niet, want hij heeft echt buikpijn. Hij zit ook echt een beetje te klagen. De keuken is één grote pestbende. Die moet ik zo eventjes gaan opruimen hier. Strakjes komen mijn ouders op bezoek. En daar was ik dus van alles voor aan het klaarmaken. Want we doen straks barbecuen. Dus ik heb van allerlei salades gemaakt. En satéstokjes. En speklapjes heb ik gemarineerd. En wat heb ik nog meer gedaan? Kwark gezeurd. Hoort hem dan. Kwarktaart heb ik gemaakt met aardbeidjes. En... ik ben eigenlijk een beetje de hele tijd wel bezig geweest. En ja, Liam die slaapt nu nog. En Joef is hier aan het spelen. Dus ik ga weer eventjes gauw verder. Zodat ik dadelijk klaar ben als mijn ouders komen. Lekker warm. Brilletje even een tikje geven. Nee, aan de andere. Ja, zo. Ja. Ja. En lekker spelen met papa. Als papa erin gaat zitten, is het badje helemaal vol. Woehoe, papa ging kopje onder. Ja, het zit ook in de binnenkant van zijn bril nu. Oh, hoi maatje. Mijn ouders zijn er inmiddels. Hallo. Niels zit zoals jullie zagen met Jordi lekker in het badje. Joef wil erbij, maar dat mag niet natuurlijk. Joef heeft zijn eigen badje. En Liam die zit lekker bij oma. Maar ik denk dat hij zo dadelijk gaat spelen. Ja. In ieder geval, wij zitten hier lekker te genieten in de achtertuin. En Jordi heeft lekker naar zijn zin. Mijn vader zit op nummer 100. Voor de mensen die niet weten wat het is, raad maar, zet maar onder in de comments. Ja, hè? Ik heb nou... Mijn ouders zijn inmiddels weg. De kinderen liggen op bed. Joef die ligt ook lekker te slapen. En wij gaan zo ook dadelijk een keer naar bedje toe. Ja. Dat was een leuk dagje, hè? Ja, lekker met Jordi in het badje gezeten. Ook nog, ja. En Joef heeft ook gezwommen. Ja, Joef is echt een waterrat. Ja. Hadden we niet verwacht op die manier, hè? Nee, hij kan zelfs met zijn snuit onder water. Ja. Dus wij zijn verrast wat dat betreft. Maar dat betekent wel dat we van de zomer weer lekker veel lol gaan hebben. Hè? Mm-hmm.
Dus, maar goed, wij gaan zo dadelijk ook lekker slapen. Een hele goede morgen. We hebben net Jordi afgezet voor de fysio. En nou gaan wij even naar de winkel. En dan gaan we Jordi wel ophalen. Terug van fysio. En Jordi heeft super goed gedaan, hè jongen. Super goed gewerkt met Kim, hè. Ja. Nou, hij had het dus super goed gedaan. Gymnastiekbal, toen ze oefenen. Daar heeft hij op gezeten en hij vond het geweldig. Dus daar heeft hij op geoefend. En Liam ligt nu lekker nog eventjes te slapen in de wonderwagen. En ja, ik heb hem net fruit gegeven. Zo dadelijk krijgt hij nog een boterhammetje. Ja, en hij is een beetje moe. Want vannacht heeft hij een beetje gespookt. Dus ja. Jordi heeft net zijn fles gehad. En die is Nokkie. Hij gaat lekker zijn bedje in. Oh, trouwens, Liam die slaapt nog. Oh, hier is iemand ontwaakt. Hij heeft net zijn flesje op. Hè? Ja. Ik ben nog steeds honger, jongen. Maar je wou niet meer drinken. Hij heeft gewoon een normale hoeveelheid over die hij altijd over heeft. Omdat dat erfvoeding is. Dus het laatste beetje is echt een drap. En die drinkt hij nooit op. Maar misschien dat we binnenkort toch moeten verhogen dan, hè? Maar eerst maar eens eventjes nog even zo proberen, hè? Ja. Wie is dit, Liam? Ben jij dat? En hier ligt Joef. Joef, van mijn mank af blijven. Joef, die ligt hier. Een gek beest. Doet zijn naam wel eer aan, moet ik zeggen. Ben jij aan het duimen, hè? Lekker uit duimen. Ja. Hij heeft plaagmodus en hij wil tutteren. Klaagmodus. Ja, heb je klaagmodus? Och, jongen toch, wat een klaagmodus heb jij. Lekker ventje. Lekker klagen, zeg maar. Klagen. Liam is wakker. Jordi is nu ook wakker. Ben jij wakker? Je lekker geslapen? Je was zo moe, hè? Ja. Je was heel moe. Ben je wakker? Ben je nou weer wakker? Mam, jij uit bed halen dan? Mama, wil lekker uit bed halen. Jouw grote broer ligt al lekker te slapen, hè? Ja, die ligt al lekker te slapen. Ja.
Die was zo moe. Ja, die heeft mama eventjes in de douche gestopt. Ja, en eventjes gewassen. En toen heeft mama hem afgedroogd. En toen heeft papa hem aangekleed. En papa had ook al een flesje klaar voor Jordi. En toen heeft papa een flesje gegeven. Ja, en nu ligt Jordi te slapen. Ja. Och jee, jij ook dadelijk. Je moet nog een uurtje wakker blijven, dan ga je naar bed. Want dan krijg je weer een voeding. Ja, dan krijg je weer drinken. Ja. En daarna ga je lekker slapen. Ja. Ja. Zoals jullie hoorden, Jordi ligt dus al in bed. Die was gewoon heel erg moe. Maar ik zei tegen Niels, ik wil hem wel eventjes de douche in doen. Want ja, het is gewoon warm. En hij is vandaag niet in een badje of zo geweest. En dan is hij even lekker fris. En ja, die kreeg dus de fles en die was nokkie. Goed teken, want dat betekent dat we veel gedaan hebben vandaag. Ja, veel gedaan. We zijn gewoon lekker bezig geweest spelen, dat soort dingen allemaal. En veel indrukken weer gehad vandaag, dus dan is hij gewoon moe. De kindjes liggen te slapen. Joef ligt lekker in zijn bench. Ik ben heel eventjes een voetenbadje aan het nemen, even ontspannen. En daarna gaan we naar bed. Morgen is weer vroege dag. Morgen moet Liam naar het trap uit. Ja, in verband met zijn niet poepen. Vanavond heb ik ook verschillende keren Liam nog moeten helpen. Omdat het poepen niet ging. Maar vanochtend heeft hij weer wel zelf gepoept. Dus ja, we gaan het gewoon afwachten. En jij gaat morgen met Liam daarheen. Ja. Dus bij deze gaan we deze ups en downs afsluiten. En tot de volgende. Tot de volgende keer.